moet doen. Een goeiemorgen en welkom aan boord van Radio Star met als kapitein niet David achter de knopjes, maar wel Tommy. David is een beetje verontschuldigd en daarom hebben we Tommy ingeschakeld. Iedere zondag is er een prachtige taart te winnen hier bij Star Radio. Lekkere taart met lekkere, u weet wel, slagroom. Het is niet goed voor de lijn, maar voor eenmaal mag dat. U krijgt onze volledige toestemming. Een onschuldig handje, dus heeft terug iemand uit ons mandje genomen. En het wordt deze week Filemijn. Heb ik Filemijn aan de lijn? Ah, dat rijmt nog. Heb ik Filemijn aan de lijn? Dat rijmt nog, hè, Filemijn? Ja, zeker dat. U bent ook een trouwe luisteraar van dit programma? Zonder twijfel. Zonder twijfel. En de taart... Ik heb... Christian heeft informatie ingeleid, dus... Wat ligt er allemaal op? Ik ga even eens kijken. Op de taart liggen aardbeien, voor de tijd van het jaar. Ja, ja. Daar liggen bananen op, daar ligt ananas op, daar is slagroom op. En Christian heeft die inlichting geweest gaan nemen. En alles ligt op een bedje, zoals ze zeggen, van bladerdeeg. Wat denkt u, Filemijn? Bent u daarmee tevreden? Absoluut, absoluut. We zitten van watertanden. Ja. Dus Filemijn, u mag die taart gaan afhalen bij Bakkerij Standaard op het Zolleveld hier in Herzelen. Goed zo. Goed, nog een fijne zondag en geniet van uw verjaardag dan, hè. De groetjes daar allemaal. Dag, Filemijn. Bedankt. Hallo, André. Ik kom naar Christian. Oei. Ah, nog een bezoek. Kom maar binnen, kom maar binnen, kom maar binnen. Ik zou iets willen laten rondroepen. Is dat mogelijk in verband met mijn verdwenen kat? Dat is geen probleem. Ja. Rietje, ik ga naar zetten. Oké. Okay. Ik ga een papiertje halen en alles opschrijven. Ja, dat is goed. Hallo. Hallo. Ik ga hem in de menu zetten. Ja, we moeten ze toch wel beschrijven ook, hè, want anders zal ja, het...